Martijn Lokkeveer is een loods en gaat hier aan boord van de Humbria Seaways om dit schip te begeleiden op haar reis over het kanaal Genterneuzen en via de Westerschelde naar de Noordzee. Hallo, captain. How are you today? Dit is een schip wat een vaste dienst heeft tussen Keutenburg en Gent. Voornamelijk voor de Volvo-fabrieken. Dat wil zeggen Volvo's naar Keutenburg en Volvo's van Keutenburg naar hier. En dan wel onderdelen. De functie van een loods is primair het adviseren van de kapitein met betrekking tot de navigatie. Het is een heel druk gebied qua schepen. We hebben de haven van Antwerpen, Gent, Vlissingen. Ieder schip heeft een loods aan boord en daarmee zorgen we ervoor samen met alle andere partners in deze keten dat we deze schepen veilig aan vlot van de havens en naar buiten brengen. Topprioriteit in onze haven is veiligheid, zowel bij alle bedrijven als op het water. Vanuit de kapiteinskamers in Vlaanderen en Zeeland wordt het scheepvaartverkeer dan ook goed in de gaten gehouden. Maar op het water varen op zeeschepen bijna altijd loodsen mee. Zij kennen de haven en zorgen voor een veilige begeleiding de haven in en uit. We passeren hier op dit moment een ander groot schip. Het is onder andere onze taak om vaarplan dusdanig aan te passen of je vaart aan te passen dat je elkaar op plekken passeert waar dat wel kan en te voorkomen op plekken passeert waar het juist net niet kan. Dit is grotendeels geregeld door de hele keten waarbij de sluisplanning heel erg centraal staat. En het daarmee met de besteltijden van schepen waarbij ze dus vertrekken uit een haven of binnenkomen dat die op de juiste tijd aankomen bij de sluis. Dat je ook min of meer al elkaar passeert op dit soort momenten en plaatsen waar het wel juist wel kan. We zijn op dit moment in de zeesluis van Terneuzen. Op dit moment zijn ze hiernaast een nieuwe sluis aan het bouwen. Gigantisch project. Het is een veel grotere sluis dan de sluis waar we nu in liggen. Dus in die zin geeft het ons meer ruimte om de sluis in te varen. Nu zitten we soms met hele kleine marges, die soms maar een halve meter zijn aan beide zijden van het schip met hele grote schepen. Bijkomend voordeel is dat het een extra capaciteit oplevert. Niet alleen voor ons, voor de zeevaart, maar ook voor de binnenvaart. Met de komst van deze grote nieuwe zeesluis zal de bereikbaarheid van het kanaal aanzienlijk op vooruit gaan. En ons werk in sommige gevallen wat makkelijker maken. Eenmaal door de sluis en op de Westerschelde begint een andere fase van de reis. Martijn is zowel kanaal als zeeloods en begeleidt daarom de hele vaart. De Westerschelde is een van de moeilijkste bevaren waterwegen ter wereld, met lastige kronkels en veel zandbanken. Begeleiding van zeeschepen is dan ook tot en vanaf de zogenoemde steenbank, zo'n 12 mijl buiten de kust. Op de steenbank ligt een loodsboot die daar permanent ligt, die de loodsen van boord en aan boord zet. Want ons werk begint niet vanaf Vlissingen, maar begint eigenlijk al buiten op zee. Dus buiten op zee worden de schepen al beloodst en varen ze richting de monding van de Westerschelde. Bij de loodspost van de steenbank stapt Martijn van boord. Zeeschepen die Noordseaport aandoen, en dat zijn er meer dan 9000 per jaar, worden vanaf hier de haven in begeleid. Martijn vaart terug naar wal op weg naar zijn volgende klus. Er is veel mee gemoeid, er zijn veel mensen werkzaam in de haven. Als ik daar een klein onderdeel van mag zijn, geeft dat wel voldoening inderdaad. En varen is, dat doe ik heel graag, dus ik zie het niet als werk, maar meer als hobby. Die luxe heb ik dan.